Zo klein als ze vaak nog zijn, de kinderen op basisschool De Driekant in Tilburg kennen al heel lelijke scheldwoorden. Fuck you, bitch. Sukkel. Hoer. Lelijk dik zak. Tegen wie zeg je dat? Tegen kinderen die ik niet zo leuk vind. Kankerkut. Zo. Zeg je dat wel eens? Nee, maar toen mijn stiefmoeder doodging, hebben ze dat op vakantie gezegd tegen mij. Dat moet afgelopen zijn. De kinderen moesten vanochtend hun lelijkste scheldwoord op een blaadje schrijven, verscheuren en in een grote zak stoppen. En dan mogen ze dat woord 35 dagen lang niet meer uitspreken. Weet je het idee wat erachter zit is als je een nieuwe auto koopt, dan zie je ze in één keer overal rijden. En als je het hebt over, dus wij gebruiken woorden die we niet moeten gebruiken, dan gaat het ook meer opvallen. Het is wel goed op zich, alleen ik heb mijn twijfels over dat het gaat werken. Waarom? Want je moet het voor jezelf invullen. En er zijn kinderen die het dan bijvoorbeeld niet eerlijk voor zichzelf invullen. En oh, jij ook? soms. Er zijn ook kinderen die zeggen van ja, maar je bedoelt er niets mee. En daar is nou juist voor bedoeld van, hey, denk eens even na, kan je dat zo wel zeggen? Is het wel handig? Kun je niets anders bedenken? Ik denk dat dat heel belangrijk is. De klas die over 35 dagen het minste scheldwoorden heeft gebruikt, krijgt een certificaat.